In deze zaak zoeken we de verkrachter van een 18-jarig meisje dat op de fiets op weg is naar huis. Het is zondagochtend 6 mei. Rond 4:30 is het meisje vanuit Eindhoven onderweg naar Geldrop, over de Geldropse weg. Ze is de avond ervoor uit geweest met vriendinnen. Eigenlijk fietsen ze altijd samen, maar toevallig is vandaag de eerste keer dat ze alleen fietst. Als ze verderop een man op het fietspad ziet staan, denkt ze nog, dat is raar. Daar moet ik zo snel mogelijk voorbij. En ook al verzet ze zich uit alle macht, ze maakt geen schijn van kans. Ondanks dat de jongen het meisje heeft gered, is haar leven voorgoed veranderd door de verkrachter. Het gaat om een blanke man van tegen de 30. Hij heeft een fors postuur en kort blond stekeltjes haar. Hij droeg een opvallende glimmende zwarte jas met witte accenten. En er is nog een belangrijk spoor. Want uit ons onderzoek is gebleken dat deze dader ook verantwoordelijk is voor een auto-inbraak hier op de professor Dr. Dorgelolaan in Eindhoven. En dat was ongeveer 5 jaar geleden in 2007. En deze plek is hemelsbreed maar zo'n paar kilometer verwijderd van de plaats van de verkrachting. Nou, wat vertelt ons dat? In ieder geval dat de kans groot is dat die dader uit de omgeving van Eindhoven moet komen. En dat hij destijds begin 20 was. En de gestolen spullen. Die kunnen ook nog eens iemand iets zeggen. Dit zijn foto's van spullen die erop lijken. 5 jaar geleden gestolen uit een Citroën. Een draagbare dvd-speler en een zonnebril van het merk Armani. Het is al even geleden en toch laten we het zien en niet zonder reden. Want dit gegeven is een wezenlijke link in de richting van die verkrachter. Destijds was hij begin 20 en hield zich bezig met auto-inbraken. Nu achter in de 20 en misschien is hij afkomstig uit de omgeving van Eindhoven. En ondertussen heeft hij ook de verkrachting van een 18-jarig meisje op zijn geweten. Meer dan genoeg reden om meteen te bellen als u ook maar iets weet dat kan helpen deze dader te vinden. Het meisje werd verkracht in de vroege ochtend van zondag 6 mei. In de bosjes bij de Putterse Dreef, een zijstraat van de Geldropse weg. De dader ging rennend vandoor in de richting van de Rielse dijk. Bel meteen als u ook maar het kleinste vermoeden heeft. 0800 60 70. Dat is het nummer van de tiplijn. Anoniem blijft u via 0800 7000.